We gaan het hebben over Kat. Somalische drug die hier in Nederland... Dit is Kat. Het is een Somalische drug die hier in Nederland legaal verkrijgbaar is. Maar de Somalische gemeenschap die wil dat dit verboden wordt. Waarom? Omdat moet je gaan opeten. Ja, hier moet je op kauwen. Precies. Ja, ik kan het voordoen, maar we hebben een andere prestatrice die dat ietsje beter kan. Kat is de naam van de bladeren en takjes van de Catha edulis forsk. Deze plant groeit in Jemen en de Hoorn van Afrika. Bij het kauwen van kat komen er stoffen vrij die ongeveer hetzelfde effect hebben als amfetamine. Het geeft een euforisch en energiek gevoel. Vandaag ga ik voor de eerste keer kat gebruiken. Nou, ik ben heel erg benieuwd hoe die blaadjes smaken en wat ik precies ga voelen. En waar haal ik het vandaan? Want mijn huisdealer, die had het niet in zijn assortiment. In Nederland wordt kat vrijwel alleen gekauwd door Somaliërs. Nederland is een van de weinige landen in Europa waar kat legaal is. Volgens de overheid zijn er onvoldoende schadelijke effecten om kat te verbieden, ondanks dat het zeer verslavend is. Geraldine heeft afgesproken met Ahmed. Heb je het bij je? Nee. Ik heb het niet bij me. En waar haal je het dan vandaan? Je haalt het bij zo'n mannetje, maar ik moet hem bellen eerst. Dat kan niet even ophalen. Het is geheim. Het is geheim? Ja. En waarom? Ja, omdat niemand hoeft te weten waar ik kan halen. Alleen Somaliaanse mensen. Dus als je kat nodig hebt, moet ik hem even bellen. Spannend. Hallo, Abdal. Tupac, waar Tupac is, zo aan dit keer laten doen. Firi. Hij is even bezig. Dus je moet hem half uurtje zo kunnen ophalen. Mag ik met je mee dan? Nee, je mag niet met me mee. Het is anoniem. Oké. Ja, ga maar dan alvast. Ja, dat is goed. Okay. Ga je hem halen, ja. Yo, tot zo. Doei, doei. En nu wachten. Wekelijks komt er via Schiphol 20.000 kilo kat binnen. Deze kat wordt geëxporteerd naar omringende landen en in Nederland via tussenhandelaren verkocht. Ondanks dat het hier legaal is, hangt er een cultureel taboe omheen. Ha. Nou, dit is kat eigenlijk. Maar waarom moet het nou allemaal zo undercover? Het is eigenlijk schande voor jongeren, als je gaat kauwen en zo. Het is heel schande. Het is slecht voor je tanden, slecht voor je toekomst. Het is gewoon taboe, zeg maar. Vroeger werd kat gebruikt door de elite in Somalië, vooral oude mannen. Die kwamen dan weekends bij elkaar om met elkaar kat te eten en te socialiseren. Sinds het in Nederland wordt gebruikt, wordt ook door jongeren, door vrouwen en door mannen gebruikt. Sommige Somaliërs willen dat de kat verboden wordt. Waarom? Katmisbruik, dat kan voor heel veel problemen zorgen. Gezinsontwrichting, verslaving, mensen die niet aan hun dagelijkse verplichting komen. Dus daarom zijn er een aantal mensen voor het verbieden van kat in Nederland. Het gaat beginnen. Ik ga kat kauwen. Ik vind het echt super spannend. Ik ben best wel benieuwd hoe het gaat voelen. En Ahmed, jij gaat me helpen. Ja, Hoeveel moet ik hiervan eten om het te voelen? Nou, meestal 2-3 bosjes is genoeg. 2 van deze? Ja, gewoon een hele bosje. Het is absoluut noodzakelijk dat kaat vers is. Omdat er zitten een aantal verschillende werkzame stoffen in. En de meest aangename werkzame stof, die vervalt vrij snel. Ongeveer binnen 48, 72 uur. Hoe moet ik het eten? Nou, je hebt een... Je pakt er eentje. Zie je nou dit zachte dingetjes? Dan moet je kouden, de einde. Maar gewoon zo? Ja, ja. Als een konijntje? Ja, als een konijntje. Oké, okay. Ik lust niet eens sla, maar goed. Laat het gewoon proberen. En, hoe smaakt het? Oh, godverdamme, ja. Ja, dat is de eerste keer, denk ik. Oh, godverdamme. Ja? Je moet niet helemaal erin kouden. Oh, nu ben je heel bang. Dus een klein beetje, dit stukje eruit halen, dit is slecht voor je. Nou, nee, we gaan het overnieuw doen. Nee, maar dit is echt heel erg smerig. Hoe kan je dit doen, jongens? Ja. En nu moet ik dit allemaal opeten. Ja, dat moet je allemaal opeten. Godverdamme. Ja. Ik hoop maar dat hier iets heel leuks uitkomt. Je gaat takjes kauwen, dus dat smaakt erg groen, zou ik maar zeggen. Van een beetje groenteachtige, bittere smaak. Ik vind het echt heel gemiddeld. Ja. Ja, het voelt een beetje alsof je mond een beetje uitdroogt, maar ook weer niet, want je gaat er ook weer van slikken. Het is nu een half uur voorbij en ik krijg het gewoon echt niet weg. Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja. Ik voel nog helemaal niks. Kauwen, doorkauwen, doorkauwen, doorkauwen. Ik denk dat je toch wel 50, 60 takjes op moet hebben voordat je wat gaat voelen. En voor een echt heel mooi effect, moet je dus een paar uur lang stevig doorkouwen. We zijn nu 2 uur verder. Ik kan een beetje moeilijk praten, want ik heb zo'n ding in mijn mond.
Ik begin het nu een beetje te leren. Kauwen, in je bek zetten en dan wachten dat je kwijl zeg maar, wel inslikt. Ik heb een beetje rode wangen en ik ben ook een beetje aan mijn handen zo aan het doen. Maar ik weet niet of het nou hierdoor komt of dat ik gewoon een beetje zenuwachtig ben. Praat ik ook meer? Dat weet ik niet. Op het moment dat het effect begint, dan voel je dus dat je gestimuleerd wordt. Je voelt je energiek, dus je voelt dat je hart harder voelen kloppen. Misschien een droge mond. Geestelijk voel je heel erg prettig. En zoals bij alle stimulansen vind je het fijn om te praten. Ja, wat ik nu heel erg voel is dat zeg maar, mijn lichaam beweegt heel veel, maar mijn hoofd is gewoon eigenlijk nog hetzelfde. Maar ik voel gewoon heel veel in mijn lichaam. Weet je, mijn hart is echt zo... Ik voel gewoon heel veel, zeg maar. Ik voel me hyper en ik weet het gewoon allemaal niet meer. Wat zei ik ook alweer? Dit is het ook goed. Maar ik kan me niet voorstellen dat je door... ik wil echt wel dit opnieuw. Goed, mag ik het opnieuw? Ja, we doen het opnieuw. Ik weet nog niet meer wat ik zei tegen je. Het gevoel is nu misschien wel leuk. Het gevoel is misschien wel lekker, weet je. Dat je gewoon een beetje veel voelt en hyper bent. Maar het blijft gewoon vies. Ik zou dit niet over hebben om dit gevoel te hebben. Zeg maar dat kouwen, weet je. Kaat is natuurlijk een opwekkend middel, een stimulerend middel. Als je dat heel erg regelmatig gebruikt, dan kan je slaap-waakritme van slag raken. Je kan je dan minder lekker gaan voelen natuurlijk, omdat je slaaptekort hebt. Dus dat is het enige waar je voor op moet passen. Jongens, hartstikke bedankt. Ik vond het heel leuk. Op het begin een beetje stroefjes, maar daarna kwam ik lekker in. Ben ik nu een beetje lekker hyperig. Dankjewel. Ik wil nu mijn tanden poetsen. Ja. En ik hoop dat ik kan slapen vannacht. Ben je schoenen nu? Mijn schoenen. Ja, dank je. Doeg. Doei doei. Ja. Ja, onze Gerry aan de kat. Heb jij dit wel eens gebruikt, vrouwtje? Nee, nooit. Interesse, als je dit zo ziet? Nee, als ik dit zo hoor, dan helemaal niet. Nee, en hoe het ruikt, denk je ook echt, daar ga ik zo niet op sabbelen? Ik vind niet dat het stinkt, hoor, trouwens. Nee? Nee. Nee. Dank je eens. Paul, heb jij wel eens... Het klinkt heel erg verantwoord groen. Dit lijkt nog het meest op een soort van miniatuur bezemstijl waar die straatvegers mee lopen. We liepen vroeger, weet je. Maar dit is gewoon helemaal verdord en droog. Dit is droog, maar heb jij het wel eens geprobeerd? Nee, ik heb niet geprobeerd. Het is gewoon... kijk, die mensen, die mannen, zitten natuurlijk gewoon met een kleine kop steen. Het is dan 35 graden of 40, weet je. Zitten dan gewoon plof, weet je. Zitten op de grond en zitten gewoon urenlang zo die dingen te kouwen. Paul, doen wij niet in onze maatschappij. Maar daar hebben we dus iets gevonden hit, wat jij niet hebt gebruikt. Dat is best wel iets bijzonders, toch? Dat is bijzonders. Een soort primeur. Een groen bultje bij de huis. Geef die man een nieuw verslag. Ja, deze is een beetje oud, maar je krijgt een kerstverse van ons. Want... Okay.